Hey jongens, op deze iets wat onconventionele manier, dat betekent niet gebruikelijke manier, wil ik jullie toch bijpraten over het examen FRL 04, het bewaken van het projectbudget. Ik heb een paar mailtjes binnengekregen van mensen die het niet helemaal goed begrepen. Een kleine toelichting. Wat is nou de bedoeling? De bedoeling is dat je in staat bent om een budget wat er is afgegeven of een budget wat ergens voor een opdracht staat, dat je dat inderdaad kunt bewaken. Niet dat het hier uit de klauwen loopt. Je kent denk ik allemaal wel het feest wat je georganiseerd hebt bij een bruiloft of bij een andere soortige gelegenheid waarbij je ervan uit bent gegaan dat iedereen ongeveer voor 3 tientjes zou eten en voor een tientje zou drinken, dus dat het op 40 euro per persoon is begroot. En dat dan achteraf blijkt dat iedereen geweldig heeft zitten schraalsen, de duurste gerecht heeft gepakt en de champagne rijkelijk heeft gevloeid. En dat het uitkomt op niet 40 euro per persoon, maar misschien wel 80 euro per persoon. Nou, iemand die in jullie branche zit, die moet in staat zijn om aan de hand van een vooraf afgegeven budget of begroting of berekening te zorgen dat het achteraf niet al te zeer uit de klauwen loopt. Nou, hoe heb ik dat nou voor jullie bedacht? Volgende manier. Jullie zorgen dat jullie te maken krijgen met een grote opdracht waarvoor jullie een begroting gaan afgeven. Of een budget, zo zou je dat ook kunnen noemen. Dan ga je dat specificeren. Dus je hebt een festival waarvoor het bedrijf waar jij werkt licht en geluid moet verzorgen. Nou, je gaat dat begroten. Je denkt van ik heb daar 2 mensen voor nodig. Ik moet alles bij elkaar zoveel materiaal ter beschikking stellen. Ik moet zoveel kilometers draaien. Op cateringgebied gaat dat aan lunches en aan hotelovernachtingen gaat dat een x-bedrag kosten. Nou, dat heb je keurig netjes samengevat in een begroting. Dan ga je dat uitvoeren en dan ga je kijken en wat is het nou achteraf daadwerkelijk geweest. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je geen 2 mensen nodig hebt gehad, maar dat je er 3 hebt nodig gehad. En dan zou het ook best wel eens kunnen zijn dat het materiaal waarbij jij erop had gerekend dat er 4 lampen kapot zouden zijn gegaan, dat het in werkelijkheid 12 is geweest. Dat de hotelovernachting niet zo goedkoper uitgevallen, want je hebt een goedkoop hoteltje gekregen. En het